Wat een gratis amusement krijgen we toch in Nederland. Wat een fantastische week. Wat geweldig was het. Woensdag vrijdag de Van Brienenoordbrug. Van Brienenoordbrug waren we bij. Fantastisch. Jij was het ook ja, wel. Natuurlijk. Heb je niet gezien? Ik stond aan de andere overkant. Ja, goed, je had het door elkaar. Want we waren vandaag er. Vandaag weer die trein. Ik ben met de auto naar de trein geweest. Kom net de laatste wagen zien passeren. Wat een trein, wat een trein. Als de NS die nou inzet op de spitsuren, kunnen we allemaal zitten met de voeten op de bank. En ze voegen meer controleurs, toch? Ja, vind je het gek? He? Honderden mannen werk. Je zal met een koffiewagentje door deze trein moeten. Daar hebben ze Ellie van Huls voor nodig. Ja. Prachtig, prachtig. Gratis amusement. Maar kritische kanttekening. Ja, dit is kijk op de week. Precies, dus ja. Wim, ik denk dat die 216 miljoen van mevrouw Smit-Kroes... Die waren 230 miljoen, weggeparkeerd. Geparkeerd bij het openbaar vervoer. Ja. Ik denk dat die geheel op zijn gegaan aan deze stunt met deze trein. En de brug. En samen. De brug. Ja. Dus wat heeft het gekost? Meer dan 200 miljoen heeft het gekost om Australië van de eerste plaats te verdringen in het Guinness Book of Records. Ja, ik denk het wel. Nou, werd dat wel tijd. Ja, dat was me al lang een doorn in het oog. Die Aussies met die lange trein, 40 al jaar op de eerste plaats. Met die ruimte die ze daar hebben, wij hebben toch geen ruimte hier. We hebben het geklaard. Woensdag aanstaande, of morgen al geloof morgen ik, al. Wordt de Van Brienenoordbrug gekanteld? Nee, die wordt dwarsgevaren en opgetild. Oh ja, en dan vrijdag gaat deze trein over de Van Brienenoordbrug. Komen we weer allemaal kijken. De locomotief, de 1600 E-lok voor de kenners, die is dan op de brug. En dan staat de laatste wagon nog voor de Maastunnel. Maar daar moeten we bij zijn. De komende week zitten we goed. Fantastisch. Wat is er gebeurd in de afgelopen week? Welkom bij Cake op de Week. Ja, ja, ja. Ja, wij verwachten in deze Cake op de Week een interview met de ondergedoken Engelse schrijver Salman Rushdie. Harry F. Krielen is naar hem op zoek, maar omdat Harry nog wat aan zijn Engels wilde doen, is hij met de boot gegaan en daardoor hebben we nog geen verbinding. Maar we hebben intussen wel contact met reporter Bulle van Berkel. Bulle, kom er maar in. Bulle. Hoi. Ja. Oké, Kees. Oké, Wim. Dit is Bulle van Berkel voor Cake op de Week. Bulle, wat heb je voor ons? Nou, Kees, ik wilde wat doen aan de veiligheid op straat. De bestrijding van de kleine criminaliteit. Bulle, wat heb je met je snor gedaan? Je snor? Dat is heel leuk, Wim, dat je dat is opgevallen. Dus inderdaad, juist, misschien kan de camera even inzoomen. Ik heb mijn snor ietsje laten doorgroeien. Ja, dat bevalt me veel beter. Ik had een rare bromsnor. En dit is een stuk eigentijds. Er krijgt daar leuke reacties op. En ook vooral van dameszijde. Oké, okay, Bulle, start de reportage, nu. Niet zeiken over die snor. Oké, Kees. Oké, Wim. Komt-ie. Kees, Wim, tutoyeren wij, Bulle? Sinds vorige week is een Amerikaans verschijnsel overgewaaid naar Europa en kent nu ook Londen na New York de Guardian Angels. De schermengelen die patrouilleren in metrostations en op gevaarlijke plaatsen in de stad om geweld tegen te gaan. Sinds gistermiddag kent ook Nederland zijn Guardian Angels en exclusief voor Cake op de Week heb ik een gesprek met de leider, de heer Koets. Hoe bent u met de New Yorkse Angels in contact gekomen? Jij mag de pijmer. Dat is een lang verhaal, hoor. Maar via de krant. En toen later nog een keer bij Hier en Nu op de televisie. Brengt u verslag uit en heeft u regelmatig telefonisch contact met New York? Het meeste contact met New York, dat verloopt telepathisch. En het gaat New York er ook om dat ze weten dat de lijn gewoon door goede mensen hier wordt opgepakt. Dus omdat dat zo is, hoeft New York ook helemaal geen contact met ons. Hoe reageert het publiek op de Dutch Guardian Angels? Het Cake op de Week team mocht een middagje mee op patrouille. Heel eigenlijk beheerd. Dat is het goede van de zaak. Even uitleggen, je button erop. Oh, er gaat weer een button. Van je zonde, nou ja, waar. Wat angel zijn is eigenlijk nauwelijks uit te leggen aan mensen die geen angel zijn. Hè? Nee, je weet niet wat het is, maar het is een fantastic feeling. Dat is het wel. A way of being, er zijn, maar
er zo onopvallend mogelijk zijn. Dat er alleen een goede radiatie van je uitgaat. Van je uitgaat. Waardoor criminele elementen zich wel een toontje lager bedenken te zingen. Ja, zeker. Dus je moet dat is wel zijn... de bedoeling, overigens. Wacht even op. Ja. Je moet er zijn, maar... op je meest er zijn en tegelijk op je minst. Dus onopvallend goed. Er zijn. Er zo meest mogelijk zijn. Dat is het eigenlijk, jezelf, angel zijn. Jezelf zo meest mogelijk zijn, dat is angel zijn. Goed, Rob, we gaan even de operatie ja? De tunnel, omdat wij geen metal hebben in Juinen. En angels onder de grond het meeste nodig zijn. Bewaken wij deze voetgangers... Dat daar absoluut niks gebeurt, dat die kling is. Angel, Rob. Take your place. Yes, sir. Nee, dat is te hard, Rob. Nee. Onopvallend. Ik zeg nou net toch, onopvallend er zijn. Weet je wat? Ik betrek de oostzijde uitgang. Loki. Heel soepel er zijn. Op een manier dat ze niet om je heen kunnen. Maar ook niet te onopvallend, anders lopen ze natuurlijk dwars door je heen. Dat is ook geen, niet de bedoeling. Ga goed, Rob. Koos! Alles in orde hier! Oké, we hebben ook geen wapens. We hebben geen wapens. Alleen door onze training. Hapkido, Kwamkido, I Ching. Rob en ik hebben mond-to-mond beademing ook. De trein ging over. Ah, dan kunnen we... Daar... En er komen twee figuren waarvan ik denk... Kijk, met de trein kunnen we ons natuurlijk niet gaan bemoeien. Je moet je taken afbakenen. Wat daar aan crimineels in zit, dat is natuurlijk nooit te bekijken voor ons. We kunnen niet ook een station erbij hebben met vier perrons. Hè? Dus het gaat erom dat de mensen in vrede kunnen shoppen nee, hier. Nee, zijn rechts afgeslagen. Oh. Maar dat was zo. Oké, okay, hebben we niks verder? Oké, je ziet het. Dat dus nu weinig. En dan weet je dus nooit of dat komt doordat wij er zijn. Of dat het een stille middag is. Maar ik denk dus dat het komt omdat wij er zijn. Dat onze aanwezigheid dan daardoor... Ah. Het is gewoon heel onopvallend dat je die mensen het gevoel geeft dat ze niks kan overkomen. Goedemiddag. Goedemiddag. U kunt rustig de trap op hoor. Rechtsaf, linksaf. Aan een prettig weekend verder. Ging goed, okay, hè? Ja, ging meesterlijk, hè? Niks gebeurd. Okay. Die mensen zijn niet aangevallen, niet beroofd, nee, niks verkracht. In orde, dit was geweldig. Dit ging goed zo. Hij mag eigenlijk helemaal geen buttons opzetten. Maar daar wil ik nou niet te streng in zijn. Ik bedoel, hij heeft zo'n energie, zo'n zin erin. Dat zou je weer downputten als je zegt, haal die dingen van je pet. Maar dit Koos! Is eigenlijk alleen het unieke. Koos! Hey? Echt het gevoel dat je wat betekent voor de mensen nou, hè? Dat zeg ik. Goed is het, hè, Angel? En daarom is het Angel jammer dat de politie het nog niet helemaal begrijpt. Dat ze nog vaak daar... De hele bij, tunnel is veilig. ...bij frictie eigenlijk. Dus als de politie komt, doen we de baret zo lang onder de jas. Het heeft geen zin om de kops tegen de haren in te strijken. Hier is het ook allemaal goed hoor. Oké. Okay. Volg jij meneer even op. De kust is clear. Wat goed hè? Angel, fantastic. Fantastic. Ik was even tijd hier. Meer dan 10.000 leerkrachten, ouders en leerlingen waren in Groningen op de been. De evenementenhal was er te klein voor. Een massaal protest van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tegen de bezuinigingen. Onrust in het basisonderwijs. Kijk, dat is nou zo'n onderwerp dat we niet overlaten aan onze reporters. Gek is dat, Wim. Zodra een onderwerp echt raakt aan onze eigen wortels, dan zetten wij alles opzij. Dan gaan wij zelf kijken. Is heel goed voor ons. We gaan kijken op onze oude school, omdat we daar samen jaren op hebben gezeten. Sentimental journalism. Dit was onze lagere school van 1948 tot... 47 tot 52. 40 jaar geleden. 53, ja. Nou goed, ik had eerst juffrouw Veldkamp. Ik Veerman en dan... Meester Bakels natuurlijk. Ja, ik ook. Meester Bakels gehad. Je had 3-4 jaar lang dezelfde juffrouw of meester. Dat is nu allemaal veranderd natuurlijk. Maar de school is toch precies hetzelfde? Precies hetzelfde. Wel, ja, is ook gelijk gebleven. Gaan even binnenkijken. Ziet er wel uit. Moet wel wat er gebeurt, hè? Ja.
Aan en in het gebouw is niets veranderd. Het ademt nog altijd een onwaarschijnlijke Theo Thijssen sfeer. Het onderwijs is veranderd. Waarom eigenlijk? Het kind van 1954 had een heel andere speelomgeving. Het kind van 1954 had geen auto's op straat. Het kind van 1954 keek niet naar de televisie. Wij waren makkelijker. Nou, makkelijker, anders groot gemaakt. Minder verwend. Jullie konden geboeid worden door een boek van Arte Papa's. Jullie lazen, zaten met rode oortjes te luisteren als de juf met Kruimeltje aan het voorlezen was. Ja, maar wij kwamen ook wel met één rood oortje thuis. Ik bedoel, meester Bakels was een beste man, maar dus dit. Ja. Dan moest je meegeven, want anders hield hij het in zijn hand. Ik heb wat in de hoek gestaan, dus daar, in die hoek. Kan het niet met zo'n grote klas met als zo'n gezag? Hij hield toch wel eens twee klassen aan. Twee klassen? Meneer Bakels? Als juffrouw Veldkamp ziek was, dan stond hij. Als ziek was, de tussendeur. Dan ging de tussendeur open. En dan stond hij hier, daar 50 liggen. 100 man hoor. 100 man? En geen kik. En geen kik. Precies, nee. Hij keek alleen maar. Weet je wel? Ja, dan was je fantastisch. Oh, sorry. Hè? Ik begrijp wel dat dat je niet zonder meer kunt zeggen, nou. Kees, we zaten met z'n drieën ook vaak in een bank. Ja, daar waren we op banken mee. Rob Forst, Rudy Deurlo, Rolf Muilwijk. Zo schrijven. Kobe zo, de Kent, zo schrijven. Ines Zwaarstra. Ja. Had je het geluk dat er één link was. En onze vraag is, ja, waarom kan dat niet meer? Ja, maar ik probeer jullie uit te leggen dat de tijden veranderd zijn. Ik probeer je uit te leggen dat de kinderen een andere prikkeling ondergaan. Ik probeer je uit te leggen dat er een groot verschil is tussen het kind van 1954 en 1989. Het kind is sowieso al groter. Ja. Het kind is sowieso langer. Maar er komt nog wat bij. Ja. Wat moest je in 1954 leren? Taal, rekenen, lezen. Ja. Wat moet je in 1989 leren? Deze dingen. Maar er komt er nog eens bij. Vandalisme, gezondheidsvoorlichting, zorgen dat je niet meer rookt. AIDS-voorlichting, milieubescherming, Greenpeace, dierenbescherming, vredesonderwijs. Je zou zeggen dat is een kwestie van coördinatie. Omdat wij lezen. Hoe is het toch mogelijk dat alles om je heen aanwijsbaar is veranderd? Alles. Behalve jijzelf. Hol, voeten gewoon dwars erin. Ja, erin. Ik heb mijn voeten er niet eens in. Maar waar was je dan wel goed in? Nog een keer. Waar was je dan wel goed in? Heerlijk. Op je stuitje. Ah, dat geeft niet. Bijna lekker weer. Glijden, heerlijk. Reis om de wereld ook gedaan? Tuurlijk. Klimmen? In je eentje, een hele middag in een gymnastiekzaal. Dat is alsof je in een warenhuis wordt ingesloten. Heerlijk, jongen. Op de bok, in de touwen. Ja, als er niemand kijkt, dan kan ik het wel. Gek, hè? Dan kan je het wel. Gek, heerlijk was het. Heerlijk. Helemaal. Als er niemand vogelnestje in de ringen, kan ik nou. Dan wel, hè? Ja. Als er maar niemand kijkt. Ik ben intussen met iets anders bezig geweest. Met de zakjapanner in de weer en de bovenmeester. En ik ben op iets vreemds gestoten. Misschien is het al bekend, maar kijk, even goed vertellen hoor. De oude school van ons moet worden opgeknapt, moet worden hersteld. Dat gaat ongeveer 700.000 gulden kosten en eigenlijk nog veel meer. Maar goed, stel dat ze dat bedrag krijgen van de gemeente, dan gaat diezelfde 7 ton naar het bijzonder onderwijs. Wist jij dat? Dus ook de katholieke, ook de christelijke lagere school krijgen dan 7 ton. Is dat een regel? Dat is, doorberekening heet dat, is het parkeren van dat geld daar. Dus volgens mij is die 50 miljoen er best. Daar geloof ik niks van. Ja, dat is idioot. Oké, dan zullen we het vragen aan de bovenmeester. Het ruitje, het kapotte, het raampje. Van de school. Ja. Meester Voskuilen, meester. Meester Voskuilen. Meester. Meester, vertel eens. Dat ruitje, hoe gaat dat nou precies als het stuk is? Als dit ruitje stuk is, dan moet de gemeente 30 gulden betalen. Ja. Maar ook 30 gulden aan het protestants-christelijk en het rooms-katholiek onderwijs. Ja, maar ook als er daar geen ruitjestukken zijn. Ook als er geen ruitjestukken zijn. Ja, maar als er daar een ruitjestuk is, krijgt u geen 30 gulden, hè? Nee, toch? Nee, dan krijg ik geen 30 gulden. Nou, zie je wel. Zo zit dat. Idioot. Ja? Dus dat ene ruitje, dat kost 90 gulden. Ja, en ik weet wel, het is allemaal broekzak, vestzak in dat onderwijs, dat geld. Maar ik denk toch dat als de onderwijsvakbonden dit zouden krijgen, deze toezegging, hè, dat dat herberekend zal worden, die doorberekening, dat ze niet eens staken in maart. Zet maar uit je hoofd. Zolang de christenen in Nederland de macht hebben, is dat politiek onhaalbaar. Oh ja, zo heet dat. Dat is politiek onhaalbaar. Politiek onbespreekbaar. Ja. Wat God Nederland toch een geld kost, hè? Hij moest eens weten. Onze Nederlandse taal is in beweging. Maar vooral op het terrein van de klemtonen is het onduidelijk in welke richting die beweging gaat.
De verwarring is groot. Zo hoor ik in de journaals al wekenlang spreken over Kabul. En ik denk, maar het is toch Kabul? Ik hoor spreken over onderwijsvakbonden. En mijn innerlijke stem verbetert, het is onderwijsvakbonden. Werkgelegenheid of is het werkgelegenheid? Zijn het arbeidsvoorwaarden of zijn het arbeidsvoorwaarden? Of zijn het arbeidsvoorwaarden? Juist, ook zoiets. Is het volksgezondheid of volksgezondheid? Is het heiligschennis of heiligschennis? Ik spreek daarover met de taalgeleerde dokter Kipping. Dokter Kipping, dat accent of klemtoon, zoals we bij wijze van grapje op school zeiden. Ogenblikje. Ik wil hierbij even nadrukkelijk aantekenen dat ik persoonlijk nooit aan deze flauwiteit heb meegedaan. Het is namelijk onzin, hè? Oh, het is onzin. Het is onzin. Klemtoon is klemtoon. Wat wordt de toon? Hij wordt beklemd. En dan vind ik het een bijzonder zouteloos grapje om van klemtoon te spreken. En dat is het tragische. We weten allemaal in het Nederlands waar de klemtoon in klemtoon hoort te liggen. Maar van ontelbare Nederlandse woorden heeft men eenvoudig geen idee. Heeft u enig idee hoe dat komt? Het probleem met het Nederlands is dat wij een zogenaamd vrij accent kennen. Dat valt nu eens op een eerste lettergreep, zoals bijvoorbeeld in Koninkrijk. En dan op een laatste lettergreep, zoals, ik kom daar zo snel nu niet op, zijn de zenuwen van de uitzending. Koningin? Dat is een uitstekend voorbeeld. Maar daarnaast kennen wij het accent op een binnen lettergreep, zoals een woord als paardedeken? Nou, dat is niet zo'n gelukkig voorbeeld. Ik denk nu even aan glazenwassen. Ik denk hier ook aan ongedurig. Ik noem Is dus niet ongedurig? Ongedurig? Hoe komt u daar nu een hemelsnaam bij? Nee, ongedurig. De ongedurige glazenwasser. Maar dat is het probleem in het Nederlands. Het accent kent geen delimitatieve functie. Mono en polytonie lopen hier al even op een hoogst verwarrende wijze door elkander. Juist, en daar wil uw commissie klemtonen wat ordening in aanbrengen. Een mate van ordening, inderdaad. En wij zijn bijzonder verheugd dat het ministerie van WVC in deze tijd van bezuinigingen desondanks een bedrag beschikbaar heeft willen stellen om dit definitieve onderzoek naar de oorspronkelijke accenten mogelijk te maken. Ja. Meneer Kipping, dank u wel. Meneer Debbie, gaarne gedaan. En veel succes met Cake op de Week. Dank u wel. We hebben nog steeds geen contact met Harry F. Krielen, beste kijkers. En misschien is dat ook maar het beste. Want het zou nu toch wel heel erg gevaarlijk zijn. Nu een interview met Salman Rushdie. Sorry hoor, maar linkersoep. We moeten toch ook aan onze eigen gezinnen denken. Heb jij het boek gelezen? Ik wou het net gaan lezen, eerlijk gezegd. Ik heb het niet gelezen hoor. Maar toen barstte dat allemaal los, dus toen heb ik het begraven. Begraven? Ja, in de tuin van de buren voor de zekerheid. Oh, ja. Ik heb het ook niet gelezen. Bij mij staat het in de kast. Gewoon in de kast? Nee, het ligt nog op het lage tafeltje. Man, dat is Korthals Altus is toch geen bang mannetje? Nee. Die laat het zijn ambtenaren lezen. Die durft het zelf niet te lezen. Dus als het straks verboden wordt, dan krijg jij van twee kanten aanvallen op je huis. Islamitische kamikazes aan de voordeur en de Nederlandse politie aan de achterdeur. Ik ga even naar huis opbellen. Ja, als die het verbiedt, dan dat moet in de Allah branden. In de allesbrander, dat boek. Weg. Dus ik moet als Korthals Altus het verbiedt, dan moet ik het boek verbranden. Dat is toch idioot? Ho, wat spreekt er voor een labbekakkige Jan Saliegeest uit deze woorden, mensen? Dat jullie ongelovige mieren des velds zijn, dat is jullie heidensbakken, Jan. Maar mogen wij als christenen even ons heigend hert ontluchten, ja? Namens welke groep gekwetsten spreekt u? Dat zal zijn even akkoord, zeggen, ja. Akkoord. Wij zijn dus de positivo's. En wij brengen alom in den landen, eventueel, 3 sets van 20 minuten... met onze Funk Fusion Rally Pop met een knipoog naar de country en western. En alle nummers staan in de Key of Heaven, in de sleutel van de Heer. Want juist vandaag de dag is het zaak om tot ere van de Heren de christenen te mobiliseren. Akkoord, we zijn tolerant. 2 minuten graag. Fijn, dank u wel. Gaat je gang. De Ayatollah mompelt wat in zijn krentenbaard en prompt scheidt het hele West als één man in zijn grote broek. En is de christen die in diezelfde broek dan ook nog eens een keer de staart tussen zijn benen heeft hangen, is die christen dan de spreekwoord vergeten dat spreekt over te vuur en te zwaard? Wij van de regenboogbeweging niet.
En onze voorleider heeft geen tulband en een vader Abraham baard nodig om toch tot ere van de heren zijn soldaten te recruteren. En onze voorganger en onze leider is dominee Doornbos. Juist. Dominee Doornbos, die als eerste in Nederland in het openbaar de kuttebel heeft aangebonden en op pleinen en straten de tijdschriften vol wellust des vlezes heeft doen verbranden. Bouwenhof in de vlammen met die heidense prammen en hij kocht zich een luchtballon. En zodra de wind de goede kant uitstaat, gaan wij om deze heidense zaak te bestrijden op een nieuwe kruisvaart. Zo. Ja, en tegen de Zo. Christenen zeggen wij, wijkt niet. Stapel. Buigt nooit. Blijf staan. En onthoud in deze bange dagen één ding. De Heere is met ons. Met ons. Want onze God is de beste. Jopie, start er maar. Orkestband. Onze God is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in goed te doen. Kijk die andere religies, wat een puinhoop heerst er daar. Baby's vol met vieze vliegjes, hele volkeren de sigaar. Moeten ze maar niet zo maf zijn om te zweren bij hun God, waardoor ze arm en slechter af zijn, ontevreden met hun lot. Mohammed doet in leprozen, kijk maar bij de evenaar. Hindoes wonen zelfs in dozen, Boeddha maakt je bedelaar. Brahma is een van de boosten, Shiva een grote klier. Al die gozers uit het oosten, nee die moeten wij niet hier. Ja wij zijn hier in het Westen, nog het best in goede doen. Onze Heer blijft toch de beste, hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen. Ha, goddank, het is tijd. Daar zijn we goed vanaf gekomen. Geen gesprek met Salman Rushdie. Door het oog van de naald. Nou, kan je wel zeggen. Zijn blij dat Krielen nou eens een keer gefaald heeft. Nog op. Maar straks zendt de VPRO, en je begrijpt niet dat ze durven, om ongeveer 11:15 op dit net een herhaling uit van het gesprek tussen Adriaan van Dis en Salman Rushdie. En dan zeggen Nederlandse literatoren nog wel eens dat de roman dood is. Tot de volgende cake. Ik wil ook wel eens blazen. Waarom? Om te bewijzen dat die apparaten natuurlijk niet deugen. Kijk, ik heb nou, laat eens kijken, ik heb zo'n 19 pilsjes op, hè. Als ze mij zo aanhouden en ik moest de blaastest doen, dan zouden die agenten zeggen, dag meneer Dirk, u kunt gaan, niks gevonden. Oh, die apparaten zijn zo goed, zeggen de hoge heren. Nou, die zijn dan nog nooit in het café geweest, hoor. Want daar kun je leren hoe je moet blazen.